Tof, cool, goed. Om slim en efficiënt te werk te gaan. Vooral omdat je jezelf dan goed kan positioneren. Dat is je grootste asset. Je kan niet met een stinkende winkel overgaan. Ja, ik geloof heel erg in klantvriendelijkheid. Ik moet nog focus noemen. Plant is de plek voor de makers van morgen. Het Leidse Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap. Uiteindelijk is het de markt die regeert. Kom op jongens, bellen. En krijg je iemand aan de lijn, ga ergens naartoe. Als je regelmatig in gesprek bent met de mensen die om jou heen in de markt opereren, kan je er veel van leren en ook eigenlijk vinden wat jou uniek maakt in de markt. Er is geen alternatief voor even face-to-face met iemand erover hebben. Je hebt echt een heel groot doel kun je pakken in je leven. Daar kun je vol voor gaan. En daar heb je hele duidelijke succesmomenten. Het kan heel tof zijn en het is niet alleen maar voor bejaarden met een pleeghonden. Maar het kan ook op hele andere manieren. Soms gaan we daar zelfs wel te ver in. Ja, daar blijf ik ook dan de hele tijd s'nachts of s'avonds of eigenlijk de hele tijd door nog over nadenken. Je wil uiteindelijk een meerwaarde leveren bij een klant. En als je iets test en het werkt niet bij de klant, denk ik dat je hele bedrijf in één keer gewoon kosten aan mag tegen. Ja. En dus niet testen met vrienden en familie, want je moeder is altijd enthousiast. Dat is echt killing. Ik geloof dat we ondernemers uit de Leidse regio in beeld moeten brengen. Om op die manier te laten zien hoeveel innovativiteit hier is. Hoeveel tijd ben je bezig met het binnenhalen van financiering en hoeveel tijd ben je bezig met het ontwikkelen van je product? Ik ben er een hele jaar mee bezig. Oké, dus een Chinees, een Japans en een jurist yes. Bouwen samen een techbedrijf. Ja. Hoe zit dat? Ja, daar komt er allemaal gedoe bij. Administratie, top. Het is heel mooi. En ik zeg mooi, het is soms ook leuk. Deze Plant Experiences gaan in op de ervaringen van 10 Leidse ondernemers. De grootste uitdaging heb ik altijd gevonden en nog steeds is het managen van een bedrijf. En geven jou de handvatten om je eigen bedrijf te starten. Soms is vorm belangrijker dan inhoud. Wow. Eerst kijken van wat is nou financierbaar, wat is er mogelijk. En dan pas je je ontwikkeling van je bedrijf daar een beetje. Ik hoor hem ook. Als jij het wil voor geld, dat is prima. Maar dan weet je ook dat je iemand moet zoeken die het daarmee eens zou kunnen zijn. Wij vonden die vroege fase financiering een heel mooi instrument. Heel, heel helder. Ja. Oké. Vet. Ja, cool. Ik vind B2B vind ik heel leuk om te doen. Maar eigenlijk vind ik het veel leuker om een game te maken. De blockchain van sensortechnologie. Hier ga ik volledig voor en ik had gelukkig een team die het daarmee eens was. Gelukkig iets eens. Geef hier even wat. Heb je al niks gegeven? Dus ik ben een beetje van CEO met een team. Zijn we nu eigenlijk gewoon uitgegroeid naar een team waarbij iedereen gelijk is en we doen het nu echt samen. Mijn naam is Sjoerd Lauwaars, directeur innovatie bij Plant. Van alle, je kan over technologie of over mensen of over geld. Het allerbelangrijkste voor een start-up is gewoon tijd. En daarom is het echt goed om daar wel een focus in te houden. Eindelijk. Dat is hetgeen wat het allerschaarst is. Ja, ik ga nu in een soort synoniem focus in. Ja, cool. Welk advies zou jij, Bas Doorn, in het kader van Kien? Heel vaak. De relatie willen we een andere keer wel horen. Ik denk dat het beste is wat je kan doen, dat je dan in ieder geval een leuk avontuur tegemoet gaat.